Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er ligt weinig bewolking boven Nederland, hooguit wat sluierwolken. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. In de loop van de ochtend ontstaan wel stapelwolken en na een koude start wordt het al snel een graad of 4. Vanmiddag komt daar natuurlijk nog best wel wat bij en gaat de temperatuur over de 10 graden heen. Het wordt 11 of 12 graden. Zon- en stapelwolken. Het blijft droog en er staat niet te veel wind. Dan gaan we naar de avond en dan neemt van het westen uit de bewolking langzaam toe. Dat betekent dat in het westen de temperatuur niet snel meer gaat dalen. Maar in het oosten kan dat nog wel gebeuren. In het oosten uiteindelijk nog een minimumtemperatuur van 2 graden. Terwijl in het westen het kwik niet veel verder zakt dan 8 of 9 graden. Morgen valt er een enkele bui. Er is ook ruimte voor de zon en er zijn ook droge perioden. Het is echt niet zo dat het de hele dag nat is. En de lucht is duidelijk wat zachter: het wordt 13 tot 15 graden. De wind waait matig en de zee is soms vrij krachtig. Dan gaan we naar het weekeinde met toch weer wisselvallig weer: 10 of 11 graden op de thermometers en een noordwestelijke stroming. En ook maandag kan er nog een enkele bui vallen. En dan lijkt het kwik weer 1 of 2 graden te winnen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.